Nou, wij beginnen onze lessen bijna altijd met de massage. De massage is heel belangrijk in verband met de overdracht van geuren, maar ook heel belangrijk vanwege de aanrakingen. De moeders in het nest doen het ook, die handelen en die honden praten niet, dus wij praten ook niet. Zet de hond in zit. We hebben een vaste volgorde bij de massage. We beginnen altijd bij de oren. Oren, ogen, bek. Dus we beginnen met de oren. Je hoeft niet zachtjes te doen. Ja. We kunnen hier ook meteen kijken. Is er iets geks? Ruik ik iets geks? Als er iets is met de oren, ruik je dat vaak? Dus. Oren. Ogen. De bek. Vervolgens gaan we naar beneden. Je kan heel goed voelen of er oneffenheden zijn. Teken, bultjes, dingetjes. Pak ook de poten op. En de voetzooltjes. Masseer hem ook. Dat is heel belangrijk. Jouw geur komt op hem en zijn geur komt op jou. Verder met het lijf. Praten we nog steeds niet. Als de hond weg wil, zetten we hem gewoon weer zonder iets te zeggen. Nou, als we de poten gehad hebben, gaan we naar de rest van het lijf. Lekker, je hoeft niet zachtjes te doen, zoals ik al zei. Nou, ik voel gelijk dat Boris hier een bultje heeft. Dat wist ik eigenlijk al. Dat heb ik ook al laten onderzoeken, dat is een vetbultje. Maar dat soort dingen kun je dus meteen ondervangen. Nou, puntje van de staart. Wil die weg? Dat wil ik niet. Zeg ik niks, zet ik hem gewoon weer terug. We kunnen dit in zit doen, we kunnen het ook liggend doen. Wat je wil. Dan leg je hond dus gewoon neer. Gewoon. Dan kun je het allemaal nog een keer van vooraf aan beginnen. Wat we ook doen bij de massage, is ogen afdekken. Onderbeet en overbeet. Dat zijn kleine correcties voor kleine vergrepen. Dan kan je die inzetten. We doen ook de snuit naar de borst. Als je daar heel erg veel tegenstand in vindt, kan het zijn dat hij een probleempje hebt met de nekspieren of iets dergelijks. Als dat nou echt een probleem oplevert, dan zou je een keertje daarna kunnen laten kijken. Wat we ook nog doen is de bekkenflex. Dat zijn ook allemaal hele handige handelingen als je naar de dierenarts moet. Dat ze dat gewoon wel een beetje gewend zijn. Achter de hoektand zit een stukje waar eigenlijk niks zit. En als je daar je vinger tussen stopt, dan kan die niet bijten. Dus dan doe je met je duim daarachter tegen zijn verhemelte. En dan gaat automatisch de bek open. Hij vindt het niet zo leuk. Maar automatisch gaat de bek open. Het is een handige ding als je naar de dierenarts moet of iets dergelijks. Iemand laten controleren. Nog een onderdeeltje wat we ook bij de massage doen is de kriebelreflex om de hond te laten staan. Later hangen we ook commando aan te staan, dat is deze. Maar het is een beetje een lastige oefening. We beginnen altijd met de kriebelreflex. Dat is in zijn lies. Als je daar even een beetje kriebelt, gaat hij staan. Nou, super handig.